In de sprankelende eerste aflevering van Chateau Meiland vips betraden Caroline van der Plas, de leider van de BBB, en zanger John de Bever het kleurrijke domein van de Meilandjes. Echter, volgens Erika Meiland had John aanvankelijk twijfels over zijn bezoek aan het pension. Hij had blijkbaar het idee dat Martin een soort lawaai was. Erika onthult dat hoewel Kees Stevens, de echtgenoot van John de Bever, met plezier naar de Meilandjes kijkt, John zelf minder enthousiast was. Het lijkt erop dat John aanvankelijk niet zo'n hoge dunk had van Martin. Desondanks stemde John in met de uitnodiging en tijdens de opnames van Chateau Meiland-Vips bleek dat de twee juist een geweldige klik hadden. Martin lacht, we hadden zoveel raakvlakken en hebben zo met hem gelachen. John stuurt mij nu nog wel eens een sms'je met zijn oude Nokia. Het is de leukste man die ik in jaren heb ontmoet. Ondanks John's vermeende aversie tegen verandering, vooral als het gaat om koffie zoals te zien is in zijn reality-serie The Beavers, was hij goed voorbereid op zijn verblijf in Code Rosé? Erika onthult, hij had zelfs zijn eigen koffieautomaat meegenomen omdat hij zijn eigen cupjes het lekkerste vindt. Terwijl de Vips editie van Château Meiland volop bezig is, staat er ook een nieuw seizoen van Château Meiland op de planning voor dit najaar. Martin enthousiast, we gaan dat in het buitenland opnemen omdat ons leven in Nederland te saai is voor een reality serie. Hij houdt de details van het nieuwe seizoen nog even geheim. Maar verzekerd dat er geen derde Franse kasteelrenovatie op het programma staat. Dat hebben we nu twee keer gedaan. Ik ben dat helemaal zat. Het belooft dus weer een avontuurlijke draai te krijgen in het leven van de Meilandjes.